Ja, ja. Goedemorgen. Morning. We gaan zo lekker beginnen. Een paar minuutjes. We hebben waterflessen nodig. Voor één oefening. En voor de rest, maak jezelf klaar. Allemaal een hele goede morgen. Ik hoop dat jullie een beetje zin in hebben. Wij in ieder geval wel. Dan gaan we om 9 uur zo meteen van start. Dus we wachten nog even geduldig. We beginnen met de warm-up. Nee hoor. Ik hoop dat jullie een beetje goed uitgerust zijn, want we hebben een pittige workout in elkaar gezet. Gaan we zo meteen even in het kort doornemen en dan gaan we lekker beginnen. Suiker, dan ook. Younes is mijn assistent vandaag. Die, als jullie nog vragen hebben, via Facebook reageert hij op jullie vragen of op jullie reacties. Dus reageer lekker op Facebook, dan heeft Younes ook wat te doen. Ja? Op Instagram, we zitten ook op Instagram. Lieve collega. Tijd moeten beginnen. Nee hoor, 3 minuutjes. Nog 3 minuutjes? Oké. Ik hoop ook niet verder op dat hoor. Die zit even bij de tijd. Maar ik sta graag. Maar de schouders lekker los. Goed geslapen? Zeker. Iedereen thuis ook goed uitgerust? Goed ontbeten? Ik wil ontbeten? Nee. Nee? Lekker op de nuchter. Lekker op de nuchter maken, ja? Vind je dat lekker? Lekker dribbelen op de plek. Je kan jezelf uitdagen door eventueel je knieën te heffen.
door het wat sneller te doen, door het wat zwaarder te maken. Zullen we daar lekker mee beginnen allemaal? Dan zijn we alvast lekker warm. Ga lekker klaarstaan, maak je klaar. Gaan we lekker helemaal op de plek. Je kan eens even tot de knieën hebben om het wat pittiger te maken. Om het sneller te doen door het wat zwaarder te maken. Even lekker warm worden. Gooi je armen eventueel los. Laat het rollen weer even. Lekker. Hartslag iets verhogen. Dan gaan we zo meteen beginnen met lunches. Voor de meesten wel bekend. Dus we gaan niet lekker lunchen, niet lekker eten. Nee, we gaan de benen trainen. De quadriceps, voorkant bovenbenen. We gaan zo lekker beginnen. Als jullie trouwens Jimmy een keer ook een bootcamp willen zien geven, reageer op Facebook, duimpje hij is aanwezig. Omhoog. Dus haal ik hem gewoon uit zijn hok. Omdat hij ook in beeld doet. Hey, we kunnen nog dingen gebruiken in de tuin. Ik begin al een klein beetje te eigen. Ik hoop jullie thuis ook. Want dan gaan we lekker van start. We doen iedere oefening 45 seconden. Ik pak even de timer, die ligt daar. Gaan we lekker beginnen met lunches. Nou, Lins, vertel, wat gaan we doen? We gaan naar voren uitstappen. Trek goed je knieën. En terug. Ja. Andere been, goed laag. Waar letten we op? Dat je voet bij je knie je niet goed bij je tenen voelt. En druk je knieën visueel naar je buitenste kleine steen. Precies. Je knieën niet bij je tenen. Bekken niet komen. Niet opvallen. Keurig. En als je helemaal rechtdoor uitstapt, kan het wel zijn dat je niet op balans hebt. Dus let erop, stap een heel klein beetje schuin uit. Zodat je goed balans hebt. Heb je nou een beetje last met je knie, zak je gewoon niet te ver door. En probeer dus niet te ver uit te stappen. Ja, dan gewoon een klein stukje. Gewoon een klein stukje. Dat je de spanning voelt en dan is het al genoeg. Gaan we lekker beginnen in 3, 2, 1 en zet hem op. Start hem maar. Voor de mensen thuis die dit te makkelijk vinden wat ik doe, doe je links hiernaast, zak je goed door. Goed die spanning op die bovenbenen creëren, op die billen. Buikspieren aanspannen, dat je goed stabilisatie hebt. We gaan in totaal 3 rondes doen. 3, 2, 1, oké. Dat was de eerste, dan gaan we de tweede oefening doen, dat is planken. Voor de meeste mensen misschien wel bekend. Lindsay doet hem even voor, de zwaardere versie. Op je ellebogen, knieën omhoog en hou je rug recht. Probeer je rug recht te houden. Goed, die buikspieren aanspannen. Eigenlijk is een plank oefening niet alleen voor de buikspieren, ook als je goed uitvoert voor de benen, de billen, je armen, je schouders, eigenlijk heel je lichaam. Kan je hiermee uitdagen en mee trainen. Als jij zo gaat liggen, dan ga ik zo liggen. Oké, gaan we beginnen in 3, 2, 1, 45 seconden. We zijn van start gegaan. Heb je nou last, doe je dus mij na en steun je dus een beetje op je knieën. Zo maak je het minder zwaar voor je rugspieren. Als je een beetje last van je onderrug hebt, kan je mij dus nadoen. Goed je buikspieren aanspannen. Hou die focus. Voor je het weet, zijn die 45 seconden voorbij. Nou, nog 5 seconden. Zijn er al bijna. 3, 2, 1. Oké. Keurig. Nou, dan gaan we naar de volgende oefening. De seated row met flessen. Oftewel,
Bij de middelcirkel is de derde oefening, dan ga je zittend roeien. Hier gaan we vanuit een staande positie, liggenbogen knieën, borst vooruit. Gaan we de armen naar achteren halen en goed die schouderbladen naar elkaar toe trekken. Je kan waterflessen gebruiken. Dit is de oefening. Dus in plaats van zittend, staan we nu. Gaan we staand roeien. Goed die schouderbladen naar elkaar toe knijpen. Voor de bovenrug. Iedereen klaar? Gaan we starten in 3, 2, 1. En starten maar. Knieën liggen bogen. Goed die schouderbladen naar elkaar toe knijpen. En zorg ervoor dat je borst vooruit is. Goed die schouderbladen naar elkaar toe knijpen. Knijp aan, hou vast en terug. Even die spanning creëren op die bovenrug. Die je goed gebogen houdt, zodat je spanning op de bovenbenen houdt. En dan zijn we er alweer bij, nog 15 seconden. Laatste 10. En de laatste 5, 4, 3, 2, 1. En goed gedaan. Oké, drink even snel wat. We gaan zo meteen verder met de leg raise. Voor de billen. In die zin, als je een matje hebt, maak er gebruik van, of een kleedje. Maar we gaan de achterkant van de benen trainen, de hamstrings en de billen. Dit is de oefening. Als we op de helft zijn van de 45 seconden, wissel je hem af van been. Zorg ervoor dat je goed spanning creëert op je bil en op je achterkant bovenbenen. Zo is het. Maak jezelf klaar. Ik hoop dat die duidelijk is voor iedereen. Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Heb je dat last van je knie of wat dan ook? Hou je knie een beetje gebogen. Maak het niet te zwaar voor jezelf. Als je je benen gestrekt houdt, je maakt een grote beweging, is die natuurlijk zwaarder dan als je een kleine beweging maakt. Oké, we zijn op de helft, wissel van been. We zijn er bijna nog 10 seconden. Oké, we zijn daar. Goed gedaan. Nu voel je als het goed is in de billen. We gaan de volgende oefening doen, is crunches voor de buikspieren. Lindsay, doe jij hem even voor. Ga ervan liggen, knieën gebogen, hou je rug van de grond af. En dan komen we al aanspannen. En zo, en weer hoog. Kleine stukjes. Let hier op dat je je nek niet overbelast. Dus hou één punt aan als je naar het plafond kijkt. Hou één punt aan, zodat je je nek niet gaat gebruiken, maar echt die kracht uit je buikspieren haalt. Dat is heel belangrijk. Oké, dan gaan we beginnen. Let er dus op, je hoeft niet helemaal omhoog te komen. Als dat niet gaat, is geen ramp. Crunches zijn echt gewoon kleine stukjes, kleine bewegingen, contracties in die buikspieren, zodat je spanning creëert op de buik. Oké, gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Kin naar de borst. En hou één punt aan als je naar het plafond kijkt. Oké, met nog 15 seconden. We zijn er bijna, lieve mensen. Kom op. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké, goed gedaan. Dan de volgende oefening, Lindsay. Wat gaan we hierna doen? De good mornings. De good mornings is voor de ruggenstrekker, voor de rugspieren. En dan gaan we knieën liggen boog houden, borst vooruit.
Ik hou mijn armen meestal hier, of ik kan ook zo langs je lichaam houden. Uiteindelijk gaat het erom dat je de rug hier gaat trainen. Net zoals de laatste oefening van de Minocirkel, gaan we naar voren en naar achteren. En zorg er dus voor dat je een lichte holle rug maakt, buikspieren aanspant, borst vooruit. Dus eigenlijk maak je een buiging naar voren en kom je weer terug omhoog. Gaan we zo meteen beginnen. Als je een beetje last hebt van je rug, kan je natuurlijk de beweging wat korter maken. Dus niet te ver voorover buigen. Maar een kleinere beweging. Lindsay doet een grote beweging. Ik zal dan iets kleinere beweging doen. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Buikspieren aanspannen. Borst vooruit, knieën licht omhoog houden. Hou in gedachten wat je aan het trainen bent. Mind-muscle connection, oftewel denk aan de spiergroep die je aan het trainen bent. Probeer daar die kracht vandaan te halen. Nog 5 seconden, 4. 3, 2, 1, oké. Dan hebben we de side lunges. De eerste oefening was naar voren stappen. Nu pakken we zijwaarts. Zijwaarts. Dus in plaats van dat ze naar voren stappen, gaan we zijwaarts stappen en doorzakken. Zijwaarts stappen en doorzakken. Dat is de zwaardere versie. Dus links gaat niet doen. Als je nou een beetje last hebt, zak je niet te ver door. Gewoon iets minder ver door. Wel die spanning creëert op je bovenbenen, maar niet te ver doorzakken. Iedereen klaar? Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Zijkant, niet te ver doorzakken dan. Stap zijwaarts uit. Klein beetje doorzakken. Dan heb je geen last. Draag jezelf uit. Zak je helemaal door. Hou je rug hier ook weer recht. We zijn er bijna. 10 seconden. Oké. De volgende oefening pakken we de leg raise voor de buikspieren. Wat we hier doen is, we gaan hier de buikspieren weer trainen. En je kan heen en weer gaan met je benen om die buikspieren zo ook te trainen. Heb je nou last, ga je niet te ver heen en weer. In die zin dan pak je wat hoger. Hoe lager je komt met je benen, hoe meer spanning je creëert, hoe zwaarder het is. Dus dan haal je benen wat hoger en dan ga je heen en weer. Gaan we beginnen. Jezelf dus lekker uit. Vind je het zwaar? Blijf je gewoon wat hoger. Het is geen ramp, het is een zware oefening. En ga je rustig heen en weer en iets hoger. Heb je geen last, blijf je wat lager. Hou vol, nog maar 10 seconden. En dan hebben we de eerste ronde gedaan. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Goed gedaan, allemaal. Drink even wat, kom even op adem en dan gaan we zo meteen over een minuutje gaan we verder. Dus eerste ronde gedaan, nog 2 te gaan. Hou we nog een beetje vol allemaal thuis. Reageer
Dan kan Younes ook eventjes wat doen. Die zit nu lekker zo'n ontbijtje te eten. Zometeen lekker iets van eiwitten eten. Maak een eitje. Wat kipfilet. Of... We hebben natuurlijk ook binnenkort komt Healthy Nutrition eraan. Eiwitshakes en dergelijke. En allerlei andere foodie supplementen. Binnenkort meer info erover. Bouwstenen voor je spieren. Ik ben er wel weer klaar voor. Ik hoop de mensen thuis ook. Dan gaan we weer beginnen met de lunches. Oké, maak jezelf klaar. Ik hoop dat iedereen onthouden heeft hoe die het moet uitvoeren. Doe ons gewoon na. Voor de mensen die het wat zwaarder willen hebben, doe Lissina. Heb je een beetje last of ben je nog niet super fit, doe mij na. Gaan we 3, 2, 1 en starten maar. Voor de mensen die meedoen, ik ben trots op jullie. Op de donderdagmorgen aan het sporten. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké. De volgende oefening gaan we planken. Pak even je matje erbij om iets een beetje zachte ondergrond voor je elleboog. Vind je het zwaar? Steun je een beetje op je knieën. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Het is eigenlijk voor heel je lichaam. Dus de beenspieren kan je ook erbij aanspannen. Bilspieren, buikspieren, je armen, je schouders. Vind je het zwaar? Leun je een beetje op je knieën. En je kan eventueel ook op je handen steunen in plaats van je ellebogen, als je ellebogen dat niet fijn vinden. Hou vol, we zijn op de helft. Beetje lachen. Keurig. Nog 15 seconden. Mocht je het gaan voelen in je onderrug, stop dan alsjeblieft. Het is niet de bedoeling dat je gaat overbelasten. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En goed gedaan. Oké, de volgende oefening gaan we de bovenrug weer trainen dus. Pak even de waterflessen erbij, mond niet. Knieën liggen boven, borst vooruit. En dan gaan we dus de arm naar achteren halen. Goed die schouderbladen naar achteren mij. Let's go! 3, 2, 1, yes! Voel hem tussen de schouderbladen, boven de spieren. Even vasthouden op het punt dat je die schouderbladen naar toe knijpt. We zijn er bijna, nog 15 seconden. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, 3, 2, 1. Oké. De volgende, de leg raise. Voor de billen. Oftewel, je kan op je ellebogen steunen, je kan ook gewoon op je handen steunen. Uiteindelijk gaat het erom dat we goed die achterkant, bovenbenen en de billen erin. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Wat ik al zei, mocht je het dus zwaar vinden. Maak je beweging iets kleiner. Heb je helemaal geen last, kun je jezelf lekker uitdagen en beweging groot maken. Spanning houden op het eindpunt en rustig terug. Goed die bilspier trainen. Gaan we wisselen van been. Dus haal altijd in gedachten wat je aan het trainen bent. Probeer daar die kracht, daar die spanning te creëren, daar te voelen. Hou spanning op die bil en rustig terug.
Oké, we zijn er alweer. Goed gedaan. De volgende zijn de crunches. Gaan we weer de buikspieren trainen. Let hierop, je hoeft niet helemaal omhoog te komen. Als het maar een klein beetje. Creëer die spanning in de buikspieren. Kom. Yes, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Let erop dat je je nek niet overbelast. Hou één punt vast als je op naar het plafond kijkt. Wil je het zelf zwaarder maken? Ga je hem rustig uitvoeren door 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat je echt goed die spanning creëert. Nog 10 seconden. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oké, wat gaan we nu doen? De good morning, sir. Ja. Voor de rugstrekker, de laatste oefening van de Binnencirkel. Knieën liggen bogen, borst vooruit, buikspieren aanspannen. Gaan we voorover bewegen en je komt weer terug voor de rugspieren. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Hou vol. Deze oefening is misschien niet zwaar. Maar je moet hem wel goed uitvoeren. Je wilt hem echt in die ruggestrekker voelen. In die rugspieren. Al daar die kracht vandaan. Buikspieren aanspannen. Borst vooruit. 10 seconden nog. Oké, daar zijn we alweer. De volgende is de side lunge. Oftewel, je stapt uit, je zakt door en je komt weer terug. Je stapt uit, je zakt door en je komt weer terug. Gaan we beginnen. In 3, 2, 1 en starten maar. Je stapt uit, je zakt door en je komt weer terug. Je stapt uit, je zakt door en je komt weer terug. Zak dan niet te ver door, stap een klein stukje uit, stap een beetje door en kom weer terug. Laatste 10 seconden, gaan in. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Dan gaan we weer naar buikspieren trainen. Dan gaan we de benen heen en weer halen. Daag jezelf uit door je benen lekker laag te houden, eventueel. Dan is die zwaarder. Vind je hem te zwaar, hou je benen wat hoger. Gaan we beginnen in 5, 4, 3, 2, 1 en starten maar. Het is een zware oefening. Let op, mocht die te zwaar zijn, hou je benen dus wat hoger. Als je hem hier heel laag houdt, je benen, is die heel zwaar in je buik. Terug, hou vol, goed bezig, Liz. We zijn er bijna, nog 15 seconden. En dan hebben we alweer de tweede ronde gedaan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tweede ronde voltooid. Drink even wat. Even een minuutje rust. En dan gaan we zo meteen verder met ronde 3. Goed gedaan allemaal. Nu hebben we de laatste ronde zo meteen. En dan sluiten we af met nog een buikspierspel. Die gaan we zo meteen verder uitleggen.
Schaam ook niet weg als jullie klaar zijn met ronde 3. Want we hebben nog een verrassing in petto. Zijn jullie al een beetje aan het zweten thuis? Wij wel. Ik hoor het graag in de reacties op Facebook. Ik ben alweer een beetje op adem gekomen. Ik hoop mijn collega ook. Ik hoop jullie thuis ook, want dan gaan we zo meteen weer lekker beginnen met de lunches. Iedereen klaar? Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Stap een beetje naar de zijkant uit, zodat je goed balans houdt. Knieën niet voorbij je tenen. Borst vooruit. Buikspieren aanspannen. En je knie moet naar je buitenste kleine teen richten, heb ik voornomen. Toch, Les? Yes. Dus je wil met je knie naar je buitenste teen. Dat je je been en je knie goed recht houdt. Dat is de minste kans op blessures. Kun je knieën niet naar binnen te laten gaan. 3, 2, 1. Oké. Volgende oefening. Planken. Vijfenveertig seconden planken. Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. En starten maar. Hou je rug goed recht. Je mag hem niet in je onderrug voelen. Heb je echt heel erg last van je onderrug, doe deze oefening niet. Buikspieren goed aanspannen. Benen, billen, eigenlijk heel je lichaam trainen hiermee. Hou vol, we zijn op de helft. Vind je hem te zwaar, steun je een beetje op je knieën. Kom op, nog 15 seconden. Hou vol, hou die focus. Laatste 10, kom op. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, goed gedaan. De seated row met flessen of zonder. Net zoals bij de wielcirkel. Goed die schouderbladen naar elkaar toe knijpen. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Van de ochtend zo. Goed bezig allemaal, we zijn op de helft. Voor de mensen die nog niet wisten, we hebben deze filmpjes ook op YouTube gezet. 10 seconden nog, daar kan je ze ook allemaal terugvinden, die we tot nu toe allemaal hebben gemaakt. 3, 2, 1 en pak je rust. Dus mocht het je een keer niet uitkomen deze tijd, geen ramp. Je kan het op YouTube terugvinden. Staan ze allemaal, kun je ze allemaal terugvinden. Volgende, de leg raise voor de billen. Daag jezelf lekker uit. Door goed die spanning te creëren, gaan we beginnen in 3, 2, 1 en starten maar. Dus je kan op je ellebogen steunen. Ik vind het zelf prettig om mijn handen te steunen. We zijn bijna op de helft en dan wisselen we van been. Wisselen maar. Vijftien seconden nog. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Dan de volgende oefening. De crunches voor de buikspieren. Let erop, je hoeft niet helemaal omhoog te komen. Dan kom je maar een klein beetje omhoog, is voldoende.
Zorg ervoor dat er contractie komt in die buikspieren, dat je die spanning creëert. Gaan we beginnen in 3, 2, 1, starten maar. Dan kom je maar een heel klein beetje omhoog. Het gaat erom dat je me in die buik voelt. Een half minuutje nog. Hou je nog vol, Liz? Ja hoor. Kom op, hè. We zijn er bijna. We zijn bijna klaar. En we hebben nog een laatste verrassing in petto voor de liefhebbers. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Yes. Dan de volgende oefening. De good mornings. Goedemorgen allemaal. We gaan de rugspieren trainen. Borst verruimen en je komt voorover en weer terug. Voor de ruggenstrekker. Gaan we beginnen. Let's go! Goed voor de versoepeling van de rug. We zijn er bijna. Even volhouden, we hebben het gedaan. Nog niet weggaan nu. Als je echt weg moet. 10 seconden. Drie, twee, één. Oké. Side lunges. Zijwaarts uitstappen, doorzakken en weer terug. Zijwaarts uitstappen, doorzakken en weer terug. Iedereen klaar? Gaan we beginnen in 3, 2, 1. Start maar. Zijwaarts uitstappen en weer terug. Pak je ook een stukje binnenkant van de benen mee. Bij de normale lunge pak je meer de voorkant alleen mee. Die pak je ook meer de binnenkant mee. En de zijkant. Nog 15 seconden. Laatste 5. 3, 2, 1. Oké. Dan hebben we de leg raise voor de buikspieren. Schouder zit op de grond. Dan gaan we onze benen weer heen en weer heffen. En dan hebben we de 3 rondes gedaan. Iedereen klaar? Starten maar. Laatste loodjes, half minuutje nog. Laat jezelf even zo uit. We hebben lekker laag te doen. Maar ik heb nog een verrassing in petto, dus die zijn ook voor de buikspieren. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Goed. Goed gedaan, lieve mensen. Mocht je dus nog wat extra uitgedaagd willen worden, gaan we nu nog een leuk buikspierspel doen. Lindsay, die gaat ons commanderen. We hebben 1, 2 en 3. Ik zal het even voordoen. Jullie hoeven nog niet mee te doen. Kijk alleen en luister. Je gaat, net zoals de vorige oefening, vanuit deze positie ga je liggen. 1 is een klein beetje omhoog. 2 is iets meer omhoog. En 3 is helemaal omhoog. Kom even op adem, drink even wat. En dan gaan we zo meteen afsluiten met deze oefening. Dus Lindsay, jij gaat afmatten. We afmatten. We doen hem 45 seconden.
moet haalbaar zijn. Ik hoop het dat jullie het nog aan durven, aan kunnen. Dan gaan we zo meteen beginnen. Maak jezelf klaar. Dan gaan we beginnen in 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En starten maar. We beginnen met 1. 3. 2. Naar 3. Naar 1. En naar 2. Nou, we zijn er. Heel goed. 45 seconden gedaan. Goed gedaan, lieve mensen. Tot de volgende keer weer. Tot morgen. Voor de mensen die vandaag niet konden, morgen weer. Morgen slowcam. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. En tot snel. Alsjeblieft.